en dat gaan we zo dadelijk zien, een crash-dieet gevolgd. Mm-hmm. Wat is dat precies? Wel, ik heb eigenlijk een hele week lang koolsoep gegeten, gecombineerd mm-hmm. met fruit en groenten. Ja. En dat was zo vervelend. Het was behoorlijk heftig. Maar laten we eens zien wat u dus een week lang gegeten heeft. Dat zijn namelijk kolen in allerlei vormen, qua soep, sapjes, rauw. Ja. Het hield niet op. Het is eigenlijk een zeer, zeer streng dieet. Om gewoon op gewicht te blijven heb je ongeveer een 2000 calorieën nodig per dag. Wel, een crashdieet zal naar 400, 500 calorieën gaan. Benieuwd. 60 kilogram, dit is toch wel een zeer gezond gewicht. Eerlijk gezegd zou ik er toch liever een beetje onder zitten. 60,2 kilogram voor 1,69 meter, dat is dus wel een normaal gezond gewicht. Jeva, dan gaan wij je nu onder water wegen. Dit is een van de meest accurate methodes om vetpercentage te meten. Oké, okay, is het eigenlijk koud? Nee, dat is warm genoeg. Het is lekker warm. Op de weegschaal meet men natuurlijk het totale gewicht. Dat is de som van spiermassa, vetmassa, hersenen, stoelgang, water. Alle factoren die eigenlijk deel uitmaken van je lichaam. Bij het wegen onder water ga je specifiek het vetgehalte gaan meten. Doe maar. Het is moeilijker dan ik dacht. Uit de test blijkt dat Eva 60,2 kilogram weegt en het lichaamsvetgehalte is 28,7%. Hieruit kunnen we dus wel afleiden dat zowel het vetgehalte als de spiermassa vrij normaal liggen. Nog één klein detail, ik zou nog moeten prikken. Prikken, waarom? Kijk, we gaan ook de cholesterol meten. We weten allemaal dat een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed ongezond is, slecht is voor hart- en bloedvaten. En we willen eigenlijk zien hoe dat die cholesterolwaarden gaan evolueren in de loop van uw dieet. Oké. Okay. Alvast succes met je dieet. Dank u wel. Koolsoep is bijna klaar. Ik moet eigenlijk toegeven dat ze er beter uitziet en beter ruikt dan ik verwacht had. En ik heb ook nog eens geluk, want af en toe mag ik er ook nog eens een extra worteltje bij eten. Ja. Het is vandaag dag 1 van mijn dieet. Ik mag vandaag koolsoep eten en alle fruit behalve bananen. En ik ben nog positief. Ik had heel veel honger, mijn darmen deden heel erg lastig en ik heb zwarte vlekken voor mijn ogen gezien. Je eet jaren al een stuk 2000 calorieën en dan plots 500. Een bloeddrukdaling kan voorkomen. Verliest je spiersuiker, maar ook veel water. Vandaar het fantastisch resultaat op de weegschaal, maar je vetgehalte verandert niet veel. Dit is de laatste portie koolsoep en dat zal ook de laatste portie koolsoep zijn die ik in heel mijn leven ga eten, want ik ben zo beu gegeten deze week. Zeer verrassend nieuws voor jou. Mm-hmm. Je gewicht daalde van 60,2 kilogram naar 58,7, dat is dus min 1,5 kilogram. Maar de grote verrassing zit eigenlijk in het vetgehalte. Dat steeg zelf van 28,7 naar een 30%. Dat is een stijging van meer dan 1%. Ik onthoud toch vooral die 1,5 kilo die eraf is. Eva is verblind door het totaal resultaat, min 1,5 kilogram op een week. Maar eigenlijk is ze geen vet kwijt, ze is vooral water kwijt en spiermassa. Ik ben echt benieuwd naar hoe dat haar lichaam gaat reageren binnen een paar maanden. 6 weken later nu, hè? Dus we hebben dit gezien. Voor het dieet woog ze 60 kilo en dan na het dieet 58 kilo, dus 1,5 kilo eraf. Wat verwacht je nu, zoveel weken later? Wel, ik vrees dat het gewicht eigenlijk terug bijgekomen is, dat ze alles terug bijkwam wat ze toen verloren had. Ja, dat is wat er meestal gebeurt met zo'n dieet. Laten we het checken. Schoenen uit en terug op de weegschaal. Ja. Oké, go. Al de martelingen op de weegschaal. Ben ik erbij gekomen of niet? Heel confronterend. En dat zien we. Ja, 60, 60, 58. Dus ongeveer hetzelfde wat ze was. 300 gram meer dan het oorspronkelijke gewicht. Inderdaad, en dat is wat wij eigenlijk noemen het jojo-effect na een streng dieet. Je herwint alles wat je toen verloor. Ja, natuurlijk wat belangrijker is, het is dat vetpercentage. We hadden het wel over percentage, want het steeg. Dat wilde niet zeggen dat ze meer vet in haar lijf had, hè? Nee, je moet het totaal vetpercentage natuurlijk berekenen in functie van het totaal gewicht. En als ze gewicht verloor en vetpercentage steeg, was waarschijnlijk teken dat ongeveer het vetpercentage ongeveer gelijk bleef. Ja, maar dat wil dus niet zeggen dat haar vet gestegen is. Dat gaan we nu ook even...
meten. Als het resultaat, het is 30,4%. Dus ze vertrok aan 28,7. Ja. En nu zit ze eigenlijk aan 30,4. Dus dat is meer dan oorspronkelijk, zelfs voor het dieet. Ja, en in absolute cijfers wil dat zeggen dat ze oorspronkelijk een 17 kilo vet had. En nu rond de 18 zitten ze eigenlijk 800 gram vet bijgekomen. 800, maar heb je jezelf... Wat is 800 gram vet erbij? Ja, en we kunnen dat verklaren door het feit dat als je vermagert, verliest je vet en ook een beetje spiermassa. Maar als je terugbij komt, is dat natuurlijk zuiver vet. Dus eigenlijk word je altijd maar vetter en vetter. Is dat de conclusie voor alle crashdiëten? Dat je kunt zeggen van, kijk, als je het doet, is er toch eigenlijk grote kans dat je gewoon nog meer vet krijgt. Dat is het beruchte yo-yo-effect. Hoe meer dat je dergelijke diëten gaat volgen, hoe vetter dat je eigenlijk wordt. Zelfs bij hetzelfde gewicht, met hetzelfde gewicht. De cholesterol, daar hebben we het nog niet over gehad. Die heb je ook vooraf gemeten en ook nu weer. Wat zag je daar? Wel, oorspronkelijk was het cholesterol zeer goed. 104 milligram per deciliter is een mooi resultaat. Die daalde naar een 185, 186 milligram na een week. Schitterend resultaat. Maar spijtig genoeg zit hij nu terug aan start rond de 202 milligram per deciliter. Dus aan te raden is een beter evenwichtig dieet met groenten en fruit om dat dan terug weer lager te houden.